als je maar één waarheid kent, dan ligt het voor de hand om je daarnaar te schikken. Maar op het moment dat je meerdere waarheden om je heen hebt, daagt het je ook uit om na te denken over wat betekent dat dan voor mij en welke route past dan het beste bij mij. Maar het is soms ook een uitdaging, omdat je je altijd moet bewegen tussen die verschillende waarheden en ook continu keuzes moet maken, daar waar het soms chiller is om gewoon met de flow mee te kunnen van één waarheid. Mijn ouders zijn Marokkaans en islamitisch. En ik ben opgegroeid in best wel een witte omgeving, waarin hele andere normen en waarden centraal stonden. En ik ben eigenlijk gaan uitzoeken in een speeltuin van geluidjes en instrumenten en samples van oude cassettebandjes, naar een manier om mijn verhaal vorm te geven. En dat is denk ik de grootste verrassing geweest voor mij, dat ik in eerste instantie dacht van, als ik die liedjes heb gemaakt, dan weet ik wat voor verhaal ik heb. Maar het is eigenlijk een startpunt gebleken voor nog veel meer verkenningen van geluid en verhaal. It's hard to believe how history repeats. Nog een keer. I have to believe there's more to human. We see on TV. I have to believe there's more to us. I can't give up on us. On met het maken van muziek kun je ook zoeken naar dat waar die dingen resoneren op een soort puur menselijk bazaal niveau. En dat gaat dus over iets wat we delen en niet over iets wat ons anders maakt van elkaar. Als het gaat om die universele gevoelens of zo, die hebben we allemaal. Wij zijn allemaal verliefd, we hebben allemaal rouw als er iemand overlijdt, we hebben allemaal eenzaamheid. Als ik dat kan raken, dan geeft dat hoop of zo. Dat we niet op deze aarde zijn om elkaar naar de verdoemenis te vechten, maar om elkaar overeind te houden. Dat zou toch mooi zijn.